Hoi iedereen, fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Janneke Timmerman en ik ben hier vandaag met mijn zus. Vina Timmerman. En wij gaan een Q&A opnemen, want we hebben vragen gevraagd op een foto op Insta, Musical.ly en de fuck andere bullshit, voor vragen en wij gaan daar nu op antwoorden. In deze pot. Ah ja, dat gaat wel worden. Maar ik begin met de eerste vraag. Hoe heet ze op YouTube? Ja, dat staat hieronder trouwens bij mij en haar naam komt in de beschrijving. Dat is eigenlijk een domme vraag, maar dan. Tweede vraag. Hoe ben je begonnen met YouTube? Door op de knop te duwen van YouTube. Ja. En dan gewoon naar video's te kijken en dan dacht ik van, super interessant, ik ga dat ook eens proberen. Maar dan. Hoe oud zijn jullie? 12. 13. Heb je broers of zussen? Ja, 2 zussen en 1 broer. Wat volg je op school? Creatie en vormgeving. En zij, dat weet ze nog niet. Ja, zo waarschijnlijk. Favo kleur? Blauw, denk ik. Ja. Roos, sorry. Blauw. Wie is je beste vriendin? Ja, die naam ga ik niet zeggen voor heel de video. Ja, sorry. Het is een meisje in ieder geval, want het is een vriendin. Is er met je pols gebeurd? Ja, vraag het maar aan haar. Zij kan dat goed uitleggen. Nee, jongen, jij moet dat zeggen. Oké, ze was dus aan het vechten met mijn broer. Kom een keer, broer. Kijk, als hij zin heeft, komt hij. Anders niet. Kijk, ze was dus aan het vechten met hem. En ze stonden op de kamer. En ze waren aan het vechten. En ik lag op de grond te bellen mijn vriendin. En wat doet dat mens? Ze stapt naar achter en zo, pang, op mijn pols. En mijn pols kon ik dus echt niet meer bewegen. En dat deed niet normaal veel pijn. Dus als ze de volgende keer op de grond ligt, dan komen mijn voeten een keer aan. Oh. Wie is je beste vriend? Ja, dat ga ik ook niet zeggen. Maar wat maakt dat nu eigenlijk uit als je dat nu zegt of niet? Ja, die namen zijn privacy. Hallo. Wie is er dood van je familie? Veel. Sorry, niet normaal veel. Ik zit morgen nog bezig, als ik dat moet opnoemen allemaal. Als we vinden ook niet morgen. Zijn uw ouders leuk? Nee. Beetje. Soms. Het valt te zien. Nee. Meestal niet. Never, jamais. Nee. Allee. Wat is jullie lievelingseten? Pizza! Macaroni! Oké, macaroni. Ik wist dat niet eens. We hebben nog geen vraag. Wat zou je graag ooit nog willen doen? Parachute springen. En dan mijn leven. Ja, me too. Nee. Gewoon parachute springen. Ik weet niet, ik wil dat echt graag doen. Heb je zussen en of stiefzussen in het echt? Ja, 2 zussen. Ik heb zussen, maar geen. Ik had een stiefzus. Ja, we hebben geen stiefzus meer. Volgende vraag is deze. Ben je ooit al op iemand geweest? Ja, ik denk wel dat iedereen op iemand al is geweest. Dus. What the fuck? Iedereen is sowieso, toch als je in onze leeftijd zit, zijn sowieso al verliefd geweest. Misschien geen relatie, maar toch al verliefd. Maar, ja, wel al verliefd geweest, maar nu ja. Allee, de meeste. Waar ben je geboren? In Haaltert. In Haaltert. Ah ja, in Haaltert. Waarom zeg ik altijd Haaltert? Ik ben geboren in Haaltert. Wie is je allerbeste vriendin? Ja, dat is privé, dus ik ga die namen niet gaan opnoemen. Als je mij volgt op Instagram, ga je dat wel zien. Heb je een vriend? Ik heb een vriend. Ja, ik heb veel vrienden, maar geen vriend. Ja. Dat is eigenlijk, ofwel is het je vriendje ofwel vriend. Maar vriend, iedereen heeft een vriend. Normaal gezien toch. Wie is je allerbeste vriendin? IBF. Hoe heb je die ontmoet? Mijn IBF via internet, dat is logisch, zijn allerbeste vriendin door school. Ja, bij mij hetzelfde. En die namen die doet me niet. If you boyfriend. No, I have no boyfriend. Nee, ik heb geen jong vriendje of zo. Ik ben single. Wie is je favoriete vriend, vriendin? Ja. Lara. Ja, mij maakt het nu eigenlijk echt niet uit dat jullie die namen weten. Ik ga dat niet zeggen, want ik ken dat. Het gaat er weer eens komen dat zijn namen niet goed zijn. Wat zou je willen bereiken met Musical.ly? Gewoon veel likes en fans en dat Nee, is mij het. Maakt het niet uit. Gewoon en voor volgers? Plezier. In ieder geval geen kroontje. Ik ja, weet niet, dat doe ik niet. Wat is daar leuk aan? Allee, kan ik ook een kroon op mijn kop zetten? Allee. Dan zeg ik, ik heb een kroontje. Van waar komt je BV neer? Van waar kom je? Ah, van waar kom je? Bijvoorbeeld Nederland. Ah, ik kom van België. Ik ook. Wij zitten nu ook in België trouw. Wie is je crush? Dat ga ik niet zeggen. Dat is privé. Sorry mensen. Hé, nu staan wij, jongen. Ik ga weer zo'n vraag. Met wie ben je? Ik ben met niemand. Ja. Ik ben single. Ben je op iemand? Nope. Ja. Ja, maar dat doet er niet toe. Ken je uw ouders? Ja, ik heb mijn ouders. Ja, ik heb mijn ouders. Het zou spijtig zijn als je eigen ouders niet zanger. Shawn Mendes van haar. Shawn Mendes, jongens. Van mij, wat denk je wel? Van mij weet ik het niet. Ababa. Mijn bijnaam. Dat is mijn bijnaam. Minion en Barbie. I'm in Barbie, girl. En slet. In the Minion World. Dat is bij haar.
Welke Insta-naam heb je? Die komt in de beschrijving. Jongen, denk je dat ze dan zal doen? .c/m. Zeg dat ook in 15 andere accounts. Ja, en anders moet je dat ook doen. Wie is uw only one? Ja, dat doet er niet toe. Dat maakt eigenlijk echt niet uit. Op wie zijn jullie? Niemand. Ja, ik ben wel Ik ben op iemand, maar eigenlijk... Dat was de laatste vraag. Ja, dat was de laatste vraag trouwens. Eigenlijk doet dat er niet toe. En waarom niet? Omdat ik weet, de personen kijken naar mijn video's. Dus daarom ga ik dat niet zeggen. Omdat dat anders niet meer leuk is, als die persoon dat weet. Snap je? Normaal moet je dat snappen, als je verstand hebt, toch? Ik ga even die vragen wegdoen. Nu gaan we dat doen. En zie je al die pot zitten. En als die pot nu valt, ga ik me schamen. Oké, dit was dus de Q&A van ons. Er zijn nog veel vragen die jullie kunnen stellen, want ik weet niet dat jullie ons nu al goed kennen. Jullie mogen na elke video een vraag stellen. Dus jullie mogen op elke video die wij posten een reactie plaatsen en een vraag. En dat is ongeveer. En we steken dat in de pot. En als die pot vol zit, doen we opnieuw een Q&A. Dus het kan zijn dat het maanden duurt voor die vraag beantwoord. En kan zijn dat dat maar 2 dagen duurt of zo. Maar het probleem is als we 50 of zo abonnees hebben of 100. Dan gaan we wel een meeting doen in Aalst. Sowieso altijd in Aalst of in de Haaltert. Maar niet in Brussel of zo. Ik wil nog iets zeggen. Onze namen van Musical.ly, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger komen allemaal in de beschrijving. Alleen maar op, we willen dat jullie ons volgen. De meeste dingen gaan privé blijven. Bijvoorbeeld Snap gaan nog privé blijven. Ik weet niet. Als ik daar... Ik heb al genoeg streaks mensen. Dus... Ik weet niet. Maar Facebook, Instagram en Musical.ly zal ik wel in de beschrijving zetten. Dus ja. Dit was onze Q&A. Er mogen nog altijd vragen komen. Is er nog iets dat wij niet hebben gezegd dat zij moeten weten? Momenteel. Heb je als dieren? Ik doe elke woensdag en zondag. Ik probeer elke woensdag en zondag een video te plaatsen. De weken dat ik examens heb, plaats ik geen video's. Dat is ook logisch natuurlijk. In de vakanties wordt het vaker. Het is nu trouwens vakantie, maar ik had geen zin om te filmen. Ik ben pas vandaag begonnen. Dus elke woensdag en zondag en in de vakantie zit elke maandag, woensdag, zondag normaal. Dus dan is het 3 dagen. Ja, maar we gaan ook zo vloggen doen, weekvloggen als we naar de Ardennen gaan of zo. Ja. Zij gaat straks naar de Ardennen vertrekken, dus zij gaat waarschijnlijk ook vloggen. Dat weet ik nog niet. En ik ga bij familie, omdat ik dan straks ga babysitten. Maar dat ga ik niet vloggen, omdat, ja, dat doe je niet bij mensen thuis vloggen. Jawel, maar toch niet zo vloggen. En als jullie nog vragen hebben, laat ze achter, we beantwoorden ze sowieso. Bij mij valt eigenlijk mee, maar waarschijnlijk echt wel elke zondag dat ik ga een video gaan maken. Soms komen onze andere broers in beeld. Onze andere zus gaan waarschijnlijk nooit in beeld komen. Dat is te hopen. Want die kan er dus niet af. Maar voor de rest, waar wij eigenlijk onze spullen aan het nemen om straks te vertrekken. Dus ja. Bah, mensen, dit was dan onze video. We willen graag zeggen, abonneer op ons account, like deze video en doei!